20 gezinnen in het Henaar-gebied in het district Nikeri hebben geen toegang tot schoon drinkwater. Zaterdag bij de oplevering van een waterbron van de SWM te Paradise in Nikeri zei districtscommissaris Rita Gobardhan dat er toch moeite wordt gemaakt om deze gezinnen te voorzien van drinkwater. Er zijn nog gebieden, op Henaar hebben we en overkant van de brug ook, om en bij samengeteld, komen we op ongeveer 20 gezinnen die dus voorzien worden van water door een watertruck. Niet dat de SWM niet wil, maar de kosten zijn veel te hoog voor de aanleg. En natuurlijk is het net aangehaald door de directeur. Volgens de DC zullen de gezinnen ook aansluiting krijgen op het waterleidingnet als de regering geld beschikbaar stelt voor het aanboren van een waterbron.